Oh, zag je dat? Ja. Ja. Ik heb weer 2 pakketten binnengekregen. Zo, en nu even onderweg naar huis. Ze zijn aan het passen, maar de sandaaltjes zitten aan elkaar. En grappig, we hebben Slam FM weekend niks op. Ik heb Sarah naar bed gebracht, maar Sarah gaat mee. Goedemorgen. Het is vrijdag. En ik ben best wel trots. Ik was heel erg bang dat ik mezelf slaap deze week. Maar dat is niet gebeurd. Ik ben gewoon weer op tijd wakker. Dus ik ga eruit. Sarah, ben je nou wakker? Sarah heeft iets meer moeite met opstaan deze week. Ik ga eruit en ik ga wat doen. Ik ga me klaarmaken. Dan word ik echt niet onder de dik vandaan. Ik hou zo van onder de deken liggen. Vooral 's ochtends, dan vind ik het echt het allerlekkerste. Hey, ik ben blij. Ik haal mijn oorbellen net uit het hoesje. En kijk wat ik vind. De oorbel die ik kwijt was. Ik ben zo blij. Hij was dus hierbij gaan. Klaar. Nou, een soort van mijn haar is nog niet gedaan. Dat heb ik snel naar achter gedaan. Geen tijd meer voor. Trui, Caramillum, broek, Levi's, laarsjes, Vagabond. En mijn oorbelletjes van Anahai. En daar vond ik dus mijn plush oorbelletje bij. Echt zo leuk. Ik ben zo blij dat ik hem terug heb. Ik kon niet uitstaan, want ik heb 1 set, zeg maar. 2 paar oorbellen. Die roze goud zijn bij mijn horloge. En daar was ik dus 1 van kwijt. Ja, nu heb ik 1 oorbel in. Per oor. En nu heb ik mijn set weer compleet. Dus, yay. Het is zomer. Best lekker weer. Oh, zag je dat? Ja. Die ging helemaal los. Ja. We zijn op weg naar school en ook weer op tijd. Echt het gaat goed vandaag. Ik had mijn thee al klaargezet, dus die hoef ik alleen nog maar even aan te zetten. En ik heb niet zo'n grote to-do-lijst gemaakt voor mezelf. Want vandaag is een heen en weer gaat dag. Dus dan moet ik best wel veel, ben ik best wel veel weg. Dus een paar dingetjes doen. En dan vind ik het wel weer goed voor vandaag. Even kijken. Zo, even beslissen wat ik vast even snel kan gaan doen voordat mijn thee klaar is. Ik heb weer 2 pakketten binnengekregen. Ik vind dat zo raar om het pakket te noemen als het in een zak zit, maar dat is weer een verhaal. Deze is voor Sarah. En, oh, dat moet ik de dag echt laten zien, want ik heb ook die sandaaltjes, die staan niet in of van gisteren. Die heb ik gisteren ook niet meer laten zien. Maar ze was ook veel later thuis. Deze is van Kids Only. Is een jurkje. Ja. Hij is wel heel leuk. Ik vind hem alleen... Oh nee, het valt wel mee. Ik dacht, hij ziet er vrij kort uit. Het is wel een heel lekker jurkje voor de zomer. Of als het nog net iets koeler is, kan die ook wel leuk gestaald worden. Dus die moet ik ze zo even laten zien. En passen. Dus ik hoop dat ze doeken eten, dan hebben we daar tijd voor. Als het niet goed is, kan ik dat ook gelijk fixen. En dit is voor mijzelf. En hier wilde ik iets leuks mee doen. Ja, toen ging ik ook weer twijfelen. Toen dacht ik, misschien is het ook wel weer heel leuk. Dit is van Villa. Die heb ik besteld. En dat is dit colbert. Groot zwart colbert. Ik ga hem even gelijk aanproberen. Even kijken. Dat is... Dit is echt niet de trui om dit colbert te passen. Daar hoort hij natuurlijk ook niet overheen, maar de mouwen zitten nu wel heel raar strak. Het colbert is zo. Hij is qua maat wel heel goed, maar ik wilde er eigenlijk iets tofs mee doen. Ik ga nog even over nadenken wat ik ermee ga doen, maar hij is wel goed. Dus of ik hou hem zwart of ik ga hem bewerken. Maar dat ga ik laten bezinken. Hij is in ieder geval goed. Dus ik ga even deze rommel weer opruimen. In ieder geval gedeeltelijk. En dan snel weer verder, want zoveel tijd heb ik nooit op vrijdag. Dus dan is het altijd wel flink haasten. Maar dat komt altijd goed. Zo gezellig lunchen met Sarah in ieder geval. Gelijk maar even de lunch klaarzetten. Want als ik het klaarzet, hebben we gewoon dadelijk meer tijd. Als Sarah dan door eet, hebben we ook tijd om
passen. Ik heb nog van mijn paasbrood over. En dat vindt ze wel heel lekker. Dus ik denk dat het wel een hele leuke, lekkere lunch is voor haar. En dan heeft ze het liefst het spijs wat we uitgesmeerd hebben erover. Dus dat ga ik even fixen. En wat ga ik zelf eten? Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Ik denk dat ik misschien gewoon fruit even lunch. Ik heb net wel even tussendoor wat gegeten. Ik ben en blijf nou eenmaal niet een hele grote broodeter. En momenteel heb ik dan wel dat ik brood met ham redelijk lekker vind. Dat ik daar ook een keer wel redelijk trek in heb. Maar de ham is op. Dus. Want als ik heel veel ham haal, ben ik de enige die het eet. En dan hou ik het niet bij. En als ik dan denk ik hou iets minder, dan eet iedereen hier opeens ham. En dan heb ik niks meer. Echt story of my life, zeg maar. Dus zo, dan snij ik het ook vast in stukken. Nou, als ze dan niet op tijd klaar is om te passen, dan weet ik het ook niet meer. Ik hoor hele rare geluiden buiten, maar ze zijn bij de buren heel erg bezig. Dus ik denk dat ik dat hoor. Maar ik kan die plaatsen. En dan ben ik nieuwsgierig natuurlijk. Een beetje een peuterlunchje zo gemaakt in de stukjes. Dat doe ik al heel lang niet meer. Maar nu vond ik het wel handig. Ga ik ook wel de thee klaarzetten. Dan hoef ik hem alleen maar even heel snel aan te drukken. Doe ik hem al wel voorkoken. En dan hoef ik hem alleen nog snel even af te koken zo. En dan kan ik gelijk snel mijn thee drinken. Anders red ik het net niet tussen de middag. Zo, en nu even onderweg naar huis. Lekker even lunchen en daarna weer terug naar school. Ik heb ze helemaal blij gemaakt met de paasbrood. Was een goede verrassing, hè? Ja. Niet met je volle mondjes. Knik dan maar. Wel even normaal eten. En ik heb voor mezelf maar even 2 rijstwafeltjes met pindakaas gemaakt. En met thee gezet. Maar ik heb net ook al gegeten. Dus ik had geen trek in een hele zware maaltijd. Eet smakelijk. Ja. Ze had passen, maar de sandaaltjes zitten aan elkaar. En ze mochten ze nog niet van ze halen. Hé, laat zien je jurkje. Hij is leuk, hè? Voor van de zomer lekker. Dit is heerlijk met dat soort weer. Of als je naar het strand gaat, of je bikini aan of zo, weet je wel. Ja. Oh, ik heb hem los. Ja, maar ze zijn goed, dus dan is het niet erg. Dan kunnen we ze loshalen. Kijk wel uit dat je niet je sandalen lostrekt, omdat de bandjes... Nee, doen we wel met de schaar. Sarah, we doen het wel met de schaar. Ben je er blij mee? Ja. Ja. Oh, dit was zo lief. Ik zei tegen Sarah, ik moet zo gaan stofzuigen. Maar ik ging me klaarmaken om de school te gaan. Dus ze zetten de stofzuig klaar. Zetten ze deze ook aan? Want dan hoefde ik zo niet zo heel veel te stofzuigen. En had de robot al een stuk gedaan. Ik vind het zo schattig. Eigenlijk ben ik heel tijd bezig geweest nu. Om alles klaar te zetten. Om weg te gaan en daar terug te komen. En alles bij de hand te hebben. Oh ja, en ik heb de was opgehangen. Dat ook wel. Ik ben nu mijn spullen aanpakken. En dan snel mijn auto en Sarah op gaan halen. Dan hoef ik op vrijdag altijd iets minder op tijd op school te zijn. Want ze komen uit de gym. Dus dan is ze toch eerst aan het omkleden. Het moet wel echt de deur uitgaan. Maar een productief dagje achter de rug. Dus dat is wel fijn. En nu gaan jullie mijn tas in. Gezellig boeien achterin. Want Sarah moet natuurlijk naar zwemles. Ja. Maar Noah die zwemt ook bij Sarah. Dus die rijdt ook gezellig mee. Dus ik heb nu 2 meiden achterin. En Julie rijdt daarheen, want Noah gaat natuurlijk dadelijk gewoon wel naar huis. En ik ga met Julie kletsen en zwemles kijken. Grappig, we hebben Slam FM weekendmix op. Maar Julie voor ons ook. Dus we zitten de hele tijd bij elk stoplicht. Zijn we aan het losgaan met z'n vieren in 2 auto's. Dat is hilarisch. Ik heb Sarah naar bed gebracht. Maar Sarah gaat mij een stukje voorlezen. Koning Pinkelpracht schrikt heel erg. Op een morgen zat koning Pinkelpracht aan zijn ontbijtstafel en tikte met een mes het kopje van het eitje af. Terwijl de koning daarna wat zout op het eitje strooide, zei hij tegen zijn vrouw, koningin Pinkelschoon, wat een heerlijke dag is het vandaag. Vind je ook niet? Ja, zei de koningin. We moesten vanmorgen maar eens een flinke wandeling gaan maken. Maar net toen de koning antwoord wilde geven, werd er op de deur van de eetkamer geklopt.
Pinkelpietje, zei de koning tegen hem. Een pinkelknecht die achter zijn stoel stond. Ga eens even kijken wie daar zo vroeg al komt aankloppen. Wat goed. Even wat rusten, mop. Krijg een kusje? Mama, dat was een koord. Ja, maar ik laat nog even. Verder. Oh, het plaatje even laten zien erbij. Ja. Oké. Oh, prachtig. Ja, hij is goed in beeld. Nou, kusje. Welterusten, liefde. Slaap lekker. Slaap lekker. Zijn we tot morgen allemaal. Tot morgen allemaal. En nu eindelijk weer thee. Want ik heb heel de middag geen thee gedronken. Dus sinds de lunch niet meer. Want dan red ik het niet om naar school en naar het zwembad en weer terug te gaan. Echt een perfecte timing vandaag. Ik zette de edit op Rendera en de boodschappen kwamen aan. Had niet beter gekund. Dus ik ga dit allemaal lekker even opruimen. Oh, wat is dat? De water zijn natuurlijk heel erg koel. Maar de ene keer komt het wat kouder uit dan de andere keer. En vandaag komt het er dus echt heel koud uit. Of dat ligt aan mij, maar het voelt heel koud. Oh, vanmorgen. Maar ik heb er gelijk zo'n trek in. Oh, wat heb ik nou voor raar drink besteld? Maar dit is een grote. Ik wist niet eens dat die zo groot zou zijn. Ik dacht een kleintje, maar dit is zeker navulling. Want ik heb van die leuke pompjes gekocht. Dus ik denk, oh, die ga ik navullen. Alleen Marco had er al één weggegooid. Oh. Ik denk, wat voel ik nou trillen? Maar ik krijg allemaal picknickmeldingen. Oh ja, en deze vond ik heel leuk. Voor met de avondvierdaagse. Ik denk, dan doe ik deze aan een touwtje. Dus ik heb er vier. We lopen met z'n vijven, maar ik vind het stom om iets voor mezelf aan de touwtje te gaan hangen. Deze moet ik even klaarmaken en dan even aan mijn moeder geven. Want als Marco het redt, hangt hij ze om de nekken. Maar als hij het niet redt, dan doet mijn moeder het. Dus ik zorg dat ze sowieso bij mijn moeder zijn. Die is er sowieso. En als hij het dan redt, kan hij het van mijn moeder overnemen. Tasjes doe ik altijd zo bij elkaar. Dan doe ik halen en ik heb de lucht eruit. En dat blijft op de een of andere manier redelijk klein. Die geef je elke keer weer terug voor het recyclen. Zo, even dit opruimen. Normaal doe ik het beter sorteren. Dan gaat het een beetje. Oh nee, dat is koelkast. Koelkast, vriezer. En ja, heel klein beetje voor daarbuiten. Hoe leuk, bij toeval hebben we nog een pinkeltje deel voor Sherry kunnen ophalen. En ze heeft delen van ons gekregen, heel veel delen van mijn moeder, van vroeger. En af en toe vinden we, vooral via Facebook, nog delen die ze niet heeft. Dat is heel leuk, omdat ze zoveel leest, dan heeft ze daar de hele reeks compleet. En er zijn echt zo verschrikkelijk veel pinkeltje boeken. Dat is echt niet normaal. We hebben nog een klein stukje de blacklist gekeken. Maar eigenlijk waren we gewoon, ja, niks nuttig aan doen. Een beetje op ons telefoon trekken en weet ik wat. En nu ga ik snel slapen. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!